Top. Zo? Ja, nou. Hallo. Hi, I'm Suzanne and in this series I'm going to show you how we built Superyacht at Ketchup. From the first sketch to its launch 3 years later. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Inside Vetship. Ik heb jullie op dit moment naar heel veel plekken al meegenomen, maar nog niet naar Makkum. En ik ben hier vandaag om de bedrijfsschool te volgen. Simon is de directeur van Vetship in Makkum. Dat klopt inderdaad. Hoe lang bestaan jullie hier al? Sinds 2005 zijn we hier begonnen. En toen hebben we de hal overgenomen, verbouwd ja. De hal en toen eerst de refit en vervolgens... Dus zijn we begonnen met de eerste nieuwbouw, de 1001. De 1001. En op dit moment ligt namelijk de 1000... Acht in de hal. Acht al in de hal. Dus ja. We schieten lekker op. Ja, dat gaat goed. Schieten lekker op. Zeker. Maar Sijbrand, hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Ik ben een nazaat van de oprichter van het bedrijf. En ik werkte toen bij een Japanse onderneming. Heb gewoon gesolliciteerd op de functie die hier toen vakant kwam. Ja. En op die manier ben ik uiteindelijk aangenomen. Door alle ballotagecommissies gekomen, testen gedaan... En goed bevonden. Ja, want zelfs als familie hier heb je niet per se recht om in het bedrijf te nee, komen. Nee, en terecht moet er wel goed genoeg voor zijn. Je moet wel eens kunnen, zeg ik altijd maar. Ja. Nou, we staan hier in de ruimte die wij als bedrijfsschool hebben bij de Friese Makkum. Op dit moment volgen ongeveer 25 leerlingen hier de opleiding. Ze kunnen dan kiezen voor metaal, werktuigbouw, schilder of timmer. Volg je 2 jaar je opleiding, dan kan je je niveau 2 diploma halen. Ja. Je kan daar nog door voor niveau 3 en dan moet je nog een jaartje langer. Je kan vanaf je 16 jaar ongeveer hier terecht. Je gaat dan werken en leren hier op de werf. Dus ook de lessen zijn op de werf. Ja, want we kijken tegen de werf aan eigenlijk. Ja, hè? Je zit echt waar het om gebeurt. Je leeftijd varieert een beetje tussen de 16 en de oudste leerling die we hebben gehad was 50. Dus iedereen die gemotiveerd is, de brains heeft en 2 rechterhanden is welkom bij ons. Dus ja, mocht jij denken, ik heb nu een baan die ik eigenlijk niet meer zo leuk vind. Je kan je ook gewoon om laten scholen bij Vetship. En een leuk project waar ze hier dus mee bezig zijn is de miloken. En jij kan me iets meer over de miloken vertellen, want jij hebt de miloken gevonden. Absoluut, ja. Op Marktplaats, als mogelijk leerlingenproject. En zodoende zijn we aan de miloken gekomen. Maar dit is dus een boot uit 1932? Ja. Die we gewoon een nieuw leven in hebben geblazen. Ja, absoluut. Waar we nu as we speak mee bezig zijn. We zijn in het begin voortvarend te werk gegaan. Ja. We hebben hem eigenlijk helemaal gesloopt. Tot alleen de hulde over was. De romp was alleen maar over. De rest was alles eruit. Dus uiteindelijk hebben we hem op die manier opgebouwd. Met veel ideeën van leerlingen ook. Eigen ideeën gebruikt. Want dat is eigenlijk wel het mooie. Hè? Ja. De leerlingen komen hier. Ja. Zitten op de werf. Klopt. Zien natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Ja. En mogen eigenhandig aan dit project werken. Klopt. Krijgen heel veel vrijheid. Ook heel veel vrijheid in creativiteit. Allerlei soorten leerlingen hebben hier aan gewerkt. Hè? Ja. Van mbo tot wo. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen aan deze boot. Inderdaad, ook hbo'ers zijn er aan het werk geweest. Ook heel enthousiast. En wouden ook graag blijven. Leuk. Absoluut. Ja. En het mooie aan deze Vetship. Ja. Het is een Vetship. Ja, ja. Het mooie aan deze Vetship is dat ze helemaal groen is, hè? Ja, elektrisch met een enorm accupakket. Zodat je toch een dikke 10 uur kan varen. En het is inderdaad heel leuk. Het is gewoon een stekker aan de zijkant erin. En hij doet het. Het is alsof hij dus je auto oplaat. Ja. Ook wel even leuk om te laten zien hoe de boot hier binnenkwam. Want Sigar heeft een aantal foto's op zijn telefoon en daar herken je de Miloken toch echt niet meer. Naar deze beauty. En we hebben er 6 grote accu's aan gekoppeld. Ja. En met een totaalvermogen, wat ik al zei, vaarvermogen van ongeveer 10 uur. En het is een behoorlijk accupakket. En er is ook heel veel moeite gekost om het in te bouwen. Ja. We hebben echt veel, het is maar een klein bootje, het zijn enorme accu's. Ik sta hier nu met Jeroen en Jeroen is ook leerling. Ja, klopt. Jeroen, wat doe jij bij Vetship? Ik ben leerling jachtschilder. Hoe ben je eigenlijk zo bij Vetship terechtgekomen om hier jachtschilder te worden? Ik kwam de advertentie tegen. En dacht je, dat lijkt me dat wat. Dat lijkt me echt leuk. En heb je alleen nog iets aan de Miloken gedaan? Of heb je ook al iets aan de hele grote Vetship? Ik zit hier nu 2 jaar. Ja? Ik ben op het einde en, van mijn niveau 2. Ja. En dan gaan we straks weer verder, op de grote. En ga je hier ook nog een niveau 3 doen, denk je? Ik ga ook nog niveau 3 doen. Kun je eigenlijk zeggen dat de Miloken ook gewoon 1 groot experiment is geweest voor iedereen? We konden er allemaal lekker op losgaan. Ja. Het is eigenlijk zo'n boot zonder tekeningen voor we begonnen. Ja. Alles gedaan. Ik heb alles gedaan. Alles is jouw schilderwerk. Ja, alles is mijn top, schilderwerk. Nou, dan heb jij dus een Vetship rondvaren. Ja, dat klopt. Die jij gewoon helemaal geschilderd hebt. Ja, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Want dat ze in 1932 bouwden, dat doen we nu niet meer. Dat doen we nu niet meer, nee. Hoewel, deze boot natuurlijk voor 1932 een heel vooruitstrevend bootje was. Ja, klopt. Ja, dat was toen best een goed jacht. Ja. Ja, en voor een behoorlijke prijs destijds. Dus ja, dat maakt het ook interessant voor ons om daar wat mee te doen. Hey, je was toen 2500 gulden, hè? 2850 gulden. Ja, met volle benzinetank. Dat kunnen we nu niet meer meegeven. Nee, klopt. Nee. We gaan, ik denk dat we nu iets van iets het verdubbelen, maar dan met volle koelkast. Ja.
Leerlingen zijn aan dit soort projecten bezig, maar leerlingen krijgen hier ook les op de werf. Ja. Ze hebben dus een leermeester die hier nog steeds aan vetchips werkt. Klopt. En ze hebben eigenlijk een leermeester die een docent is. Ja, klopt. Ja. Je hebt inderdaad de vaktheorie, die wordt gegeven op locatie. Ja. In de lokale krijgen ze een vaktheorie en in de praktijk zullen ze dus hun toetsen moeten doen. Ja. Hun vaardigheden moeten ontwikkelen, klopt. Ja. En heel veel leerlingen hebben ook wat ze hier bijvoorbeeld geleerd hebben, hebben ze vanuit de theorie zeg maar teruggekoppeld naar de praktijk. Dus met name TikTok is gestart, gelegd door een leerling ook als een examenstuk had. En zo zijn er meer dingen gecombineerd. Het roertje bijvoorbeeld van de Miloke is een examenstuk geweest aan iemand van montage. Okay. En die heeft daar uiteindelijk zijn diploma op gehaald. Heel veel dingen aan elkaar gelust om ook draagvlak te creëren bij afdelingen. Zodat ze zeggen, nou, leerlingen moeten toch hun examens halen. Ja. Zorgen dat we dan combineren met die Miloke. En op die manier krijg je toch de dingen ook voor elkaar. Ja, leuk. Ja. Je hebt nu je praktijkgedeelte gehad. Ja, inderdaad. En nu gaan we eens kijken hoe dat in de les gaat. In de les gaat, want ik ga met Jeroen mee naar de les. Dat is weer even een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Ja, dank je. Leuk. Nee. Nou, Jeroen? Zo, nou. Nou, je hebt in de vorige vlog natuurlijk al Dok bij Van Lent kunnen zien. En dit is het nieuwe Dok in Makkum. Dok hier gaat 28 meter boven de grond krijgen en 8 meter onder de grond. En ze zijn nu bezig met het storten van het beton. Nou, we zijn boven. Je snapt natuurlijk wel dat ik bij Fetchup kan werken. Ik niet tekenen voor dit soort dingen. Maar nu staan we hier 28 meter omhoog. Een aardige hartslag. Maar alles om jullie laten zien hoe het er hier uitziet. Nou, wij nog hier bij Fetchup in Makkum zitten weer op. Maar lijkt het jou nou een wijs leuk om met ons te komen bouwen aan Fetchups in deze nieuwe hal? Of om een beroepsopleiding bij ons te komen doen? Bij een van onze locaties in Nederland? Kijk dan hier beneden voor meer informatie. Tot de volgende vlog!